Het ministerie van Openbare Werken weet dat de infrastructuur van het district Saramacca de nodige aandacht moet genieten. Met name de Meester P. Chandisouweg, die ernstige verzakkingen vertoont en daarmee een gevaar vormt voor de weggebruikers, zal aangepakt worden. Minister Riyad Noor Mohammed, die deel uitmaakte van de regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi, die op vrijdag 2 oktober een bezoek bracht aan Saramacca, gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname, CDS, verder hierop in. Minister, u heeft samen vandaag met de president en de vicepresident en andere leden van de ministerraad een bezoek gebracht aan Saramacca. Hoe heeft u dit bezoek ervaren? Ja, Saramacca is geen onbekend district. Ik heb er bij regelmatig gekomen. Maar natuurlijk nooit gefocust op infrastructuur, meestal op alle problemen. Maar nu als minister moet ik vooral letten op de infrastructuur. De problemen zijn ons duidelijk. Ze zijn goed vastgelegd, ze worden ook nog goed vastgelegd. En Saramacca behoort tot een van die districten die er eigenlijk vrij goed uitziet. Maar net als Kommerwijnen en Nikeri, dan zie je dat er een paar districten zijn waar de infrastructuur slecht onderhouden is of soms helemaal verwaarloosd is. Weet je, echt kapotte sluizen, kapotte deuren, kapotte brugdekken en zo. Dus dat is voor mij het belangrijkste wat ik moet meenemen uit al die toespraken. We hebben ook van de buurtbewoners begrepen dat de infrastructuur voor de landbouw heel erg achteruit is gegaan. Daarmee is natuurlijk LVV belast. Zal de samenwerking heel erg intensief zijn tussen het ministerie van Openbare Werken en LVV om dit samen aan te pakken? Ja, we werken samen. Kijk, je weet, de districten staan vooral onder het beheer van RO en LVV. Vooral de landbouwgebieden. Wij hebben al afspraken gemaakt om gezamenlijk materieel en materiaal te gebruiken. Is veel efficiënter. Dus als ik een grader heb en LVV heeft niet, ja, waarom moeten we huilen? Dan stellen we het ter beschikking van het district. Dat is waar ik ook naartoe wil gaan. Dus op dit moment overleggen we heel intensief met de DC's om voor ons centraal de machines te beheren, contactpersoon te zijn. Om de projecten uit te voeren. Maar het heeft geen zin dat ik iets doe en een LVV weer iets doe en een ander ministerie. Dus we gaan een beetje naar het concept van decentralisatie. Ik wil als OW de kennis ter beschikking stellen, middelen, materiaal die we hebben, zodat het district de dingen zelf kan gaan aanpakken. De buurtbewoners van resort Yadikaba zitten met een vraag, als ik het goed heb. Wordt de meester P. Chandisouweg geasfalteerd? Ja. Kijk, bij de P. Chandisouweg, je weet, het project is on hold, maar laat me je gelijk zeggen, er zit een enorme, zware schuld. Daar heb ik het al veel gezegd, hoe zwaar het is. Het is niet eenvoudig. Wat we gaan doen, we gaan een crashprogramma uitvoeren. Binnenkort zal je dat zien, waarbij we het grote project van de kokers en dat niet meer gaan kunnen doen, maar de weg die er nu is, weer in een veilige staat gaan brengen. Met wat reservemiddelen. Dat die weer in een veilige staat is. En volgend jaar, wanneer de ademruimte er weer is, dan kunnen we weer terug gaan naar het origineel plan. Want nu is die heel erg onveilig. Je weet, grote gaten, asfalt en dan wat steenslag. Dus dat gaan we weer in een veilige staat brengen, zodat iedereen weer vrij kan rijden. Minister, sinds uw aantreden hebben we gezien dat u een minister bent die heel interactief bezig is met de ambtenaren op het ministerie van Openbare Werken. U heeft spreekuren, meerdere spreekuren. Zal de minister ook naar de districten gaan om interactief bezig te zijn met de ambtenaren? Want die kunnen niet altijd naar de stad, misschien maandelijks of om een kwartaal. Ja. Nee, je gaat binnenkort zien. Ik geef het start zijn komende week op het hoofdkantoor van Openbare Werken. Laat me eerst daar het goede voorbeeld geven. En dan zal je zien dat dat concept, dat model, zich gaat verplaatsen naar alle 10 districten, behalve Sipaliwini. Want dat is heel groot en dat valt onder RO. Maar je zal zien dat hetzelfde concept die ik bij Openbare Werken heb ontwikkeld, gaan we naar elk district verplaatsen. Minister, we weten dat we als overheid alleen maar uitgeven. Zal deze minister creatief zijn dat we misschien met directoraat als Openbaar Groen kunnen gaan verdienen? Ja. In feite zijn we daarmee gestart. Er moesten wat procedures in place zijn, die ronden we komende week af. Maar het idee is om inderdaad, zeker wat Openbaar Groen betreft, dat directoraat wat meer te gaan verdienen. Dus we gaan minder gratis diensten verlenen. We gaan de mensen wat meer laten betalen voor huur van containers en dergelijke. Het gebeurt al een beetje, maar het is misschien heel onbekend. En bij het ministerie van Openbare Werken, zeg maar bouw en civiel, gaan we ook kijken naar modellen hoe wij meer kunnen verdienen dan alleen maar uitgeven. Die dingen komen er. In feite zijn ze al voorbereid. Het is ook al ingediend. Ik wil nu overgaan tot de uitvoering.
Dus binnenkort ga je ook zien hoe dat gaat werken.